Dit filmpje wordt mede mogelijk gemaakt door Gebroeders van Gent, Toyota-dealer in Veenendaal en Ede. Prins VCV acteert dit jaar voor het eerst op de allerhoogste niveau, de A-League. Ze mochten zelfs deelnemen aan de play-offs, zo goed deden ze het. Vandaag staat de kraker tegen SSS op het programma. Kunnen ze de buurman verslaan? We gaan het zien. Dit is SSS tegen Prins VCV. Na een stevige warming-up en het traditionele handjesschudden kon de wedstrijd eindelijk beginnen. Al snel in de wedstrijd werd duidelijk dat Prins VCV iets wilde laten zien aan het eigen publiek. Tot de stand 19-19 liep het aardig gelijk op, maar daarna gaf VCV wat gas bij. Na een mooi punt van Rick van der Spek komt VCV op setpoint. Door een foute service van SSS wist VCV de eerste set binnen te slepen. De tweede set verliep heel anders en al snel werd er een gat geslagen door SSS. Trainer Ivo Martinovic en het publiek zagen dat het gat nooit gedicht werd. En uiteindelijk ging de tweede set met een groot verschil verloren. Ook een time-out kon niets veranderen aan het wedstrijdbeeld. SSS was duidelijk sterker en VCV kon het niveau niet meer bijbenen. Hierdoor ging ook de derde set kansloos verloren. Jasper Niewold, bezig aan zijn laatste wedstrijd voor VCV, kwam bij een stand van 15-22 het veld in. Maar ook hij kon niets meer aan het speelbeeld veranderen. Het laatste schot was van Rick van der Spek. Deze belandde buiten de lijnen, waardoor buurman SSS verdiend won. De eerste set ging natuurlijk goed, maar daarna, ja, dat is niet zo fijn natuurlijk, dat doet wel pijn. En wat voor gevoel speel je nou zo'n wedstrijd? Ja, het is wel een dubbel gevoel. Het is natuurlijk je laatste wedstrijd, dus je wil gewoon goed je best doen. En je wil er alles uithalen. En ja, dat gaat gewoon niet goed op een gegeven moment. En dan probeer je nog alles uit te halen, maar het was helaas tevergeefs. De eerste set die win je. Met wat voor gevoel ga je die tweede set in? Denk je, er is hier wat te halen vandaag? Ja, zeker. Ja, we denken van nou, dat is hartstikke mooi. We hebben een stuk of 7 punten verschil, denk ik. En denk, we willen gelijk doorzetten. Maar ik denk dat we iets te graag wilden. En dat zagen we aan het begin van de tweede set. Wat breek je nou vandaag op eigenlijk? Ik denk de paaslijn. We komen gewoon onder druk te staan waardoor we ons spel niet kunnen spelen. En, ja, dan is het voor hun 1 en 1 is 2 en dan staan ze overal klaar. Voor de rest wel een mooi jaar in de A-League? Ja, dat is fantastisch. Als ik terugkijk dan ben ik eigenlijk heel trots dat wij met VCV hier in deze hal tegen de beste ploeg uit Nederland staan te spelen. En dan moet ik zeggen, dan is een 8e plek toch een heel verdienstelijk resultaat. En daar mogen we echt niet over klagen. En dat denk ik wel. Als we vanuit vanuit die basis verder kunnen groeien, dan wachten we nog een hele mooie toekomst hier in Veenendaal. En dan kom je in de vierde set, kom je op het eind kom je erin. Bijzondere ervaring moet dat geweest zijn, of niet? Ja, het was wel even een slikmomentje. Het is toch wel je laatste moment in de A-League. Je wil nog even wat laten zien. Dat is helaas niet gebeurd. Want je gaat naar Australië, wat ga je daar doen? Ja, de bedoeling is een jaar te gaan reizen, werken en gewoon genieten van de vrijheid en van de natuur natuurlijk daar. Zien we jou daarna nog terug? Dat is een hele goede vraag. Daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven. Als ik na dit jaar volleybal gewoon heel gemist heb, dan zal ik zeker alles aan doen om terug te komen.